Goed. Mijn naam is Jan-Willem Geerink. Het is inmiddels de vijfde keer dat ik op deze boekenbeurs zit. En ik zat hier voor het eerst in 2011. En toen had ik een boek geschreven. En dat heette, of dat droeg de titel, De geschiedenis van de erotiek. Van Holbewoner tot Marquis de Sade. En dat was mijn eerste werk. Dus een beetje mijn obsessie, mijn levenslange obsessie met seksualiteit en erotiek. Daar heb ik toen eigenlijk een periode van 5 jaar aan gewerkt en ook kunnen publiceren. En daarna ben ik aangezocht geweest om een aantal werken te schrijven. Rond meer psychiatrie en zo is het onder andere. Verscheen het dagboek van een gerechtspsychiater in 2013 ergens. Te gek, een programma over geestelijke gezondheid in Vlaanderen. En op die manier heb ik ook Walter Dame leren kennen. En met Walter Dame heb ik nu mijn eerste fictieboek geschreven. Een volledig fictieboek. En dat heet Moord op de Bokkenbeurs. En in dit boek wordt er een bekende chef, of de bekendste chef van Vlaanderen, wordt vermoord op de openingsavond van de Bokkenbeurs. Exact eigenlijk 1 jaar en 4, 5 dagen geleden wordt die man hier dood aangetroffen, vermoord. En niemand weet waarom. En daarna laat de moordenaar steeds berichten los op de wereld via Twitter, waarin hij aankondigt wat hij zal doen en dat er eventueel nog andere chef-koks zullen vermoord worden. Maar daarvoor moet je het boek lezen natuurlijk om te weten wie er allemaal precies vermoord zal worden en op welke manier. Het heeft altijd te maken met het culinaire, sowieso. Ja, de chef-kok in kwestie is Jeroen Meus en je ziet ook daar een bordje. Waar is Jeroen Meus? Want toevalligerwijs is Jeroen Meus op deze boekenbeurs niet aanwezig. En het zou wel eens kunnen natuurlijk dat hij niet aanwezig is, omdat hij eigenlijk in dit boek het loodje heeft gelegd. En vandaar deze thriller die er nu voor het eerst is. Jeroen Meus is er niet. Jeroen Meus is vermoord. Andere koks misschien ook. Wie zal het zeggen? Maar je moet het lezen. Ja, je moet het gezien hebben. Het is mijn eerste fictieboek, ja. In de vorige boeken zat al een fictielijn, maar dit is fictie van begin tot einde. Hoewel wij er ook voor gezorgd hebben dat we ook politiecommissarissen geïnterviewd hebben, wetsdokters, mensen van de voedselveiligheid. Alles wat erin staat is eigenlijk wel true to life. Dus het is een fictiewerk, maar er zit natuurlijk wel een basis aan van het echte leven, uiteraard.